Net uit de mottenbal of niet, Fiona? Net wakker. Nou ja, net wakker. Ik ben een beetje duf. En wij gaan richting Luxemburg. Heel onverwachts. Heel onverwacht. Ja, voor mij niet, maar... Mij weer overvallen met iets. Maar de vakanties zijn over. Even geen Amersfoort video's meer. Die komen later in het jaar wel weer, maar... Ook geen New York. Nee. Heb je video's meer, maar dat is ook voorbij. Ja, helaas wel, ja. Ja. Dus ja, wij gaan gewoon weer even een roadtripje doen. Nou ja, het is wel een flinke. Het is een flinke, ja. Daar heb je me echt mee overvallen. Ja. Moet je even mijn hoofd eromheen wikkelen. Mooi, hè? Ja. Maar dan hebben we ook geen Toodaloo-app meer nodig. Toodaloo-app? Ja, als je naar de wc moet. Toodaloo-app? Ja. Die app die ik voor New York gedownload had. Oh nee, dat heet Hoge Nood, of niet? Ja, zoiets in ieder geval. Kijk, die hebben we nou ook niet meer nodig. Want ik lachte Fiona erover uit, maar in Schoonhoven moest Boudewijn iets doen wat stinkt. En dan had ze openbare wc dicht gedaan, dus ik had hem even nodig. Dus geen Hoge Nood-app meer. Nee. Dat is trouwens ook heel anders, hè, tada. Een stoeltjes-app. Oh echt? Zo'n stoeltjes-app? Oh, muggen. Ja, dan kan je als je ergens een stoeltje vindt, kan je erin zetten. Oké. Okay. Ja, dat is heel uniek. Als je ergens wil gaan zitten, dan doe je dat. Nee, ik had dat gisteren bij Percy Tienhoven heb ik daar gezien. Oké. Okay. Eerder ook al bij Ruud Zwageman en Gerrit Puttershoek. Een stoeltjes-app. Dus dat hoeven wij niet meer te doen. Nooit van gehoord. En een stoeltjes hebben, komen ze op. Maar ja, leuk dat mensen zich daarmee bezighouden. Maar wij gaan ons lekker bezighouden met lekker de auto in, lekker tuffen. Hij tuft, ik zit een beetje te dutten nog. Ja, want wij zijn nou net naar Weert vanaf Eindhoven en zij zegt al, ik begin bijna in te dutten. Ja, maar dan moet je wel even bijzetten. Ik heb gisteren gewerkt, ik moet morgen werken en ja, het was druk. Ze hebben vooral altijd een uitvlucht, helemaal hè? Helemaal niet. Ik sta er helemaal alleen, hè? Moet je niet vergeten. Ja, helemaal alleen. Maar goed, ik ga Fionaatje een kusje op de voorhoofd geven. En dan gaat zij een bammetje eten. En dan ga ik nog even loki doen. Wat vind jij daarvan? Kusjes op voorhoofd zijn altijd goed. Kijk, nou. Hoi hoi, wegwezen jij. Doedels. Doei. Loki, kom jij eens hier. Loki. Ja. Nou weet hij niet wat hij moet doen, hè? En mijn vrouw is zo'n heks, dat hij ook nog gewoon die ook had... Loki, ja, kom. Loki, blaf. Net van de snelweg. En hier al een mooi waterpartij. Beetje mistig, maar daar hou ik stiekem van. Loki ook. Deze toren komt me bekend voor. Daar ben ik laatst ook al geweest. We zijn weer in Bastogne. Maar deze mevrouw wou nog even herinnering ophalen. Ja, vertel. Van onze allereerste vakantie samen. Ja, dus dit wordt even een tussenstopje. Kleintje. Wij gaan proberen het restaurant te vinden waar ze de lekkerste appeltaart van allemaal maken. Zover, ik weet niet of ze het echt maken. Ja, ik denk dat weet ik trouwens ook niet. Maar misschien kunnen wij straks daar in de kerk lopen, want die staat namelijk open. Ah, dat doen we dan eerst. Een broodje heeft wel gelijk ijs, hè? Maar natuurlijk. Het is dan eventjes Fionaatjes tijd. Het is onze tijd, hè? Boudewijn, onze tijd. Onze tijd, onze tijd. Ja, tuurlijk. Hop. Hey. Daar gaat ze. Fiona zegt het plafond schoongemaakt moet worden. Helemaal donker, maar ik vind het wel wat hebben. Wat een details op de houtwerk. Ik zal er even heen gaan. Dat dacht ik nou net ook, ja. Kan je de details iets beter zien in het licht van het donkere dak.
en een enorm orgel. Het is iets te maken met de Lourdes. Dat is hier, moet je, kan niet vandaan komen. Die Maria heeft gezien in Lourdes. Mijn god, mooi gedaan. Ik ben er wel over te spreken. Ja, absoluut. Zelf van de. Jona, zijn dit de appeltaartjes zoals wij ze herinneren? Volgens mij wel, ja. Gewoon 40 jaar terug. Ja, volgens mij is het dezelfde. Ik ben benieuwd. Nou mensen, we staan stil. Even rustig. Keiharde regen, onweer. In die kleine bergweggetjes. We call it a day. We gaan even relaxen in de auto. Niet even relaxen in de auto, ja, want het is echt noodweer. Ze zoeken het maar uit, of niet? Ja, inderdaad, even rustig aan. Ziet het niet erop, joh. Zo, hier tanken, scheelt er allemaal al wat. Nog geen 1,60 per liter. En, dan zal ik dat even goed doen. Wij zijn niet de enige die hier achteruit kan zijn gekomen. En nou staat die lelijke camper erachter. Maar die zijn er ook achter gekomen. Dan wil je niet meer uit. Ik zal een dikke tong hebben totdat ik ding druk en hij gaat niet uit. Nog een keer proberen. Hoppa. Nou mensen, Luxemburg hebben wij net gehaald. We hebben getankt in Luxemburg. Dat is een zegen, dat is een zegen. Want de prijzen zijn hier 1,60. Nog niet eens, dus 40 cent per liter een goede koper. Die verspillen we wel weer als ze Eindhoven moeten. Maar het is ook een nadeel. Eén nadeel. Het regent niet, maar het zeikt. Het zeikt. En we hebben op een weerradar gekeken. Het blijft zeiken. En is het pretje om in de regen te rijden? Nee. Nee. Dan gaan wij daarom nog naar buiten om stadjes te bekijken? Nee. Dus wij... We kunnen het wel op ons prikbonsen pinnen en zo. We hebben Luxemburg gezien. Ja. We komen een keer nog terug, want ik wil het nog een keer goed bekijken. Maar als beter weer is. Wij trekken de keutel terug. We hadden op zich wel kunnen weten. Nou, eigenlijk niet, want hij gaf gisteren aan heel dag bewolkt, maar geen regen. Ja, nou, nothing is etched in stone. We hadden het net nog over die uitspraak. Nou, hier is everything etched in Wayne. Zeg de hoe? Die R van mij is altijd een beetje moeilijk. Rijn. Dus ja, Fiona, je wil nog even in een tankstationnetje kijken, want daar zijn aparte dingen te zijn. Ik met mijn domme kop heb dat tegen haar gezegd. Nou moet ik ook even kijken. Natuurlijk, hè? Ja. We zijn tenslotte in Luxemburg, daar kom ik voorlopig eventjes nog niet, alleen als het mooi weer wordt. Ja, dus ja, Fiona gaat even whisky inslaan en dat soort dingen. Niet doen, maar dat was een grapje. Maar dat soort dingen hebben ze daar, helemaal aparte soorten whisky en andere soorten trainingen. Nee, ik ga Fiona uitzwaaien. Door. Ja, ik moet eerst mijn jas aan doen, want het zeikt van de regen. Tot straks. Doei. Kijk, toch nog even aan de regen filmen. Ik zag hem net al staan, maar die camper die blokte mijn view. Die bokkenhek. Maar even een heel leuk eentje bestel. Een leuk dingetje. Ik denk niet dat de kleuren van de wielen origineel zijn, maar ik vind hem geweldig. Nou, dan moet ik ook even het dashboard. Kijk, ik vind hem leuk. Ik heb hier gewoon een wijs gemaakt dat daar een hele grote winkel zit. Daar gaat ze nog even heen. Het is nog wonder even droog, dus ik ga nog even in dit dorp koeken loeren. Ik zou niet weten hoe het heet, ik noem het regenstad, maar ik ga nog even rondlopen. Kijken of hij nou wel uitgaat. Ik heb nog even Luxemburg ingelopen. Ik heb geprobeerd te kijken hoe het heet, ik weet het niet, maar hier loopt het heel snel omhoog en je ziet daar een oud baasje omhoog lopen. Hij doet het nog heel, ja, hij doet het goed. Een venijnig mannetje, een venijnig oud mannetje.
Dan ga ik hier nog even bij die kerk filmen. Dan doen we maar de kerktour de keer. Ik kan er ook iets anders van maken. Het ziet er wel best idyllisch uit. Omdat zo'n dikke tongenbus met een auto aan rijden. Herriemakers hadden overal. Kijk die bergen, ik vind dat zo mooi, hè. Martelangen heet, ik zie het nou staan. Martelangen. Nou, het is een marteling om hier te komen in de regenkant te staan. Een klein kerkhofje. 1200 jaar oud is dat kleine gekke ding. En ik zag hier ook een monument staan. Kijk, een patisserie, dat is misschien ook wel lekker, maar het is eerste Pinksterdag op een zondag. Dus het zal wel dicht zijn. Kijk hier, daar sta ik altijd eventjes bij stil. 1914, 1918. Dat moet, wel ja, dat moet de Eerste Wereldoorlog zijn geweest. Nou, ik sta er bij stil. Het woordje stil is niet aan die dikkop uit te besteden. Weliswaar in, zeg. Ziet u dat hier niet zo'n hele oude sfeer hangt? Plafond netjes, net stoeltje. Hier heeft wel een hele moderne, nou modern mag je ook niet zeggen, maar toch weer een heel andere sfeer. Maar wel rust. Fiona is toch met rappe beentjes achter me aangekomen. Ze wilde toch even dit kerkje zien. Dus ze heeft de winkels gelaten voor wat het was. Mag dat in de krant, vraag je af? Ja mensen, dat mag in de krant. Ik krijg gewoon een dikke tong uitgestoken. En nu al een reiscommando op de achtergrond. De natuur is hier ook heel erg mooi, zoals je ziet, heel groen. En we gaan weer naar beneden en naar boven. En het regent nog steeds. Kijk nou toch eens hoe mooi, die mist bij al die bergen daar. We zijn hier aan het afdalen en ik voel het een beetje in mijn oren. Prachtig toch. Wat een uitblik, hè. Kijk eens, prachtig. Je die houdt de joekel even vast, want er komt een andere joekel aan. Nou, het was niet een roadtrip door Luxemburg heen, het was een roadtrip even Luxemburg aan tikken. De video is natuurlijk ook heel anders geworden dan ik had gedacht. Het is meer oude hoeren geworden, zeg maar. Maar ja, die kan er ook een keer tussen. Dus ja, wij zijn een beetje gaar natuurlijk. Klein beetje maar. We hebben 450 kilometer gereden. Boudewijn heeft 450 kilometer gereden. En we moeten nog een stukje. Nou ja, 15 kilometer denk ik ongeveer. Dus ja,
We zien wel wat gewogen, of niet, Fiontje? Ja, het was toch gezellig. Nou, ik heb toch mijn neus in Luxemburg even geduwd. Dus, En je hebt de appeltaart in uw hoofd gedouwd. Appeltaart bij Bastogne, waar we onze allereerste vakantie hebben gehad, 14 jaar geleden. Ja. Dat was leuk. En ik kan niet zeggen dat ik met tegenzin in mijn bolle toet heb gedouwd. Nee, hij was lekker. Hij was lekker, hij was zeker lekker. Hij was ook prijzig. Maar ja, soms moet je ze doen, hè? Ja. Onder de historie, zeg maar. Ja, dat klopt. We dachten er ook nog aan om even naar Laval de Aisne, naar de winkeltje te gaan, maar daar hebben wij toch maar van afgezien, want op de duur ben ik gaar. Vooral als je de hele tijd moet rijden en hij heeft de hele tijd gereden, dus dan krijg je op een gegeven moment wel dat je van denkt van nou is het genoeg. En met die rotregen? En dus het heeft niet geregend, maar gestort. Oh, onweer, bliksem. Ja, nog net geen hagel. Nog net geen hagel, inderdaad, ja. Met geen hagel, dat klopt, ja. Maar goed, dan trekken wij de keutel terug, of niet, Fiontje? Jij trekt hem terug, ik ga in de auto zitten. Wij gaan lekker naar huis toe. We gaan naar huis toe. Zo, dat gaan we doen. Loki ook? Loki, kom jij eens hier. Want Loki heeft nog een als allerlaatste iets lekkers te eten. Blijf. Ga eens blaffen. Hop, die zien we nooit meer. Terug.